Namens RICO Nederland van harte welkom op Imagine Change 2013 vanuit het hoofdkantoor van RICO Nederland hier in Den Bosch. Mijn naam is Ronnie Overgoor van 7 Ditches TV en bij mij aan tafel de CCO van RICO Nederland, Paul Nanninga. Paul, van harte welkom. CCO, dat is in plat Nederlands, ben jij gewoon de baas van alles wat met verkoop en klanten te maken correct heeft. Hè? Ja. Ja, hoe gaat het daarmee? Laten we maar gewoon met de deur in huis. Hoe is het met de sales? Ik lees voor het een en ander dat het wel eens beter gaat in de wereld. Ja, het is lastig. Het is lastig. Maar uiteindelijk is het voor iedereen lastig. Ja. Dat creëert ook weer een soort level playing field. Hoe los je dat op, zeg maar? Want salesmensen zijn hele aparte mensen. Ja. Die accepteren niet als er niet verkocht wordt, zeg maar. Dus hoe doe je dat dan? Schop je tegen muren of? Nee, ik denk dat je vooral moet blijven, in die zin rustig blijven. Vooral blijven doen waar je in gelooft. En salesmensen, goede salesmensen, zijn gevoelsmensen. En als het gevoel wat ze hebben bij het product, bij de organisatie, niet goed is, dan ervaart een klant dat. Dus als de salesman in de organisatie gelooft, in zijn product gelooft, in zijn dienst gelooft en in zichzelf gelooft, zijn ze meest succesvol. Dus dat zijn bijna een soort Ferrari-motoren die je heel fijn moet afstellen. En als je dat goed fijn afstelt, gaan ze als de brand, dan heb je echt een fantastische, fantastische Ferrari. Wat zijn de USP's die jij je salesmensen in de tas meegeeft? Zeg maar de top USP's van je zegt van nou, dat zijn de kernpunten die wij op dit moment gebruiken om RICO over de bühne te brengen? Ja, dat is niet één boodschap. Wij bedienen natuurlijk de MKB-markt, we bedienen de corporate markt, we hebben internationale klanten. Ja. Dus die boodschap is best wel heel divers. Kijk naar de MKB. Ja, de MKB-markt vandaag telt zijn geld. Is gewoon bezig om te kijken jongens, wat heb ik in op de bankrekening staan en wat wil ik doen. Ja. Dus vooral partner zijn van de MKB-markt, dicht bij op die MKB en die ondernemer zijn, zelf ondernemer zijn en begrijpen waar die ondernemer mee bezig is. Dus sterk gefocust op kostenverlaging, kostenflexibilisering, et cetera. De boodschap bij de grote, wat grote corporate bedrijven aan de overheidskant is veel meer op outsourcen, uitbesteden van activiteiten. Wij ontzorgen wel. Ja. En dat zelf ondernemer zijn. Ja. Ik hoor dat wel vaker binnen bedrijven. En tegelijkertijd zie ik dan salesjongens van 23 langskomen. En denk, ja, dat kun je dan wel zeggen. Ja. Maar die weten niet wat ondernemen is. Nee. Ondernemerschap, we noemen dat hier wel eens. En soms heb ik er ook weer een hekel aan. Dat werkondernemer zijn. Je bent werknemer. Maar met een ondernemer. We creëren wel een klimaat in dit bedrijf. Dat je heel erg je eigen identiteit en in je methodiek van sales en klantbenadering kwijt kunt. Hoe kenmerkt die methodiek zich dan? Wat ik zeg, door heel veel vrijheid aan het individu te geven. Hoe je, natuurlijk hebben we kaders en natuurlijk hebben we doelstellingen, je targets en je activiteiten, et cetera. Maar de manier waarop je dat inkleurt, hoe je dag indeelt, hoe je bezig bent met je klanten. Daar laten we onze commerciële mensen redelijk vrij in. Dat heeft ook veel met vertrouwen te maken. Als we mensen aannemen, dan nemen we er alle tijd voor. Daar zijn we heel selectief in. Maar dan heb je ook het vertrouwen. Dat hoef je niet daarna nog eens te gaan verdienen. Dat heb je. Hoe groot is je team? Mijn totale sales team, dus echt mensen die iedere dag op de weg zijn, is denk ik een kleine 200 mensen. Werkt sales nog? Dat klinkt als een hele eenvoudige, simpele vraag. Maar als een soort open deurtje. Maar je bedoelt, werkt het, zeg maar, gewoon hard erop, gewoon bellen, afspraken, rossen, rammen, gewoon het klassieke sales. Ja. Dat doet het nog steeds. Ik hoor wat je zegt. Ja, maar je moet wel als klant het gevoel hebben dat je iemand tegenover je hebt die dat voor jou doet. En hard sell is dan op een gegeven moment tegen een klant zeggen: dit is gewoon goed voor jou. Je moet een goed voorstel herkennen als je er een hebt en dit is goed voor je. Doen. Als je daar zit vanuit je eigen belang en je bonus, et cetera, dat proeft een klant. Of dat nou een MKB'er is of grootzakelijk of wat dan ook, die proeft onmiddellijk met welke intentie jij daar zit. Dit is nog steeds een bedrijf waar men het commerciële vak leert. Ik heb heel veel bedrijven die heel jaloers kijken naar commerciële mensen in deze organisatie. Ik word ook veel gevraagd op dit moment bij grote uitzendbureaus, grote banken, om te presenteren hoe wij onze sales aansturen. Want? Omdat iedereen, denk ik, heel erg kijkt naar zijn salesforce. En men erachter komt dat men. Maar waarom word jij? Omdat dit een business is die zich kenmerkt door het commerciële, het sales te zien als een vak. Echt als maar een vak. Praat je dan over de oude business? Lees de productenverkoop? Nee, dan praat je over alles. Ik bedoel, ieder bedrijf is bezig met zijn businessmodel. Je hebt je traditionele businessmodel waar we nog heel veel geld aan verdienen. Ja. En wat we proberen overeind te houden. Maar je ziet ook dat dat
eindig is. Ja. Dus je moet nieuwe dingen doen. Ja. En of je nou bij een uitzendbureau werkt of bij een bedrijf als dit, dat geldt. Dat is het thema waar ik overal over praat. Hmm. Er zijn alleen heel veel bedrijven die komen erachter dat ze toch wel een salesforce hebben die heel mechanisch heeft gewerkt de laatste jaren. Ja. En op dit moment ben je gewoon succesvol met een hele goede sales. Je kunt je kosten verder, je kunt je tent efficiënter maken, maar de beste manier uit die crisis is business, is sales, is klanten binnenhalen. Hmm. Meer dan ooit nu. Doe je het zelf nog? Ja, 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 ja. Enerzijds naar mijn team en anderzijds omdat ik daar, dat klinkt maar nog steeds de meeste energie uithaal. Door te zijn en met klanten te praten over de business en mee te helpen. Ja, ik heb er heel veel lol in. Is je aan te zien. Wat verandert er in het salesvak? Of verandert er niet zoveel? Nou, ik ben blij dat je het vak noemt, want dat is het ook echt. En ik ben daar zelf ook heel veel mee bezig richting onze brancheorganisatie, richting het lesgeven op HAO's over dit vakgebied. Ja. Want het is echt een vak. Ja. En dat ziet nog niet iedereen zo, maar dat is het absoluut. Nee. Er is heel veel, de veranderen dingen, is heel veel is wel hetzelfde. En dat zit heel erg in gedrag, passie. Een klant ervaart als je iemand tegenover je hebt die gelooft in dat werk. En moet dat geloof echt zijn? Ja, want ik heb wel eens discussie met iemand gehad over sales. Ja. Hij zei van, joh, jij kan als een dolle verkopen door jouw enthousiasme. Ja. He, dat is een authentiek enthousiasme. Ja. Ja. Maar dan zei iemand anders, zeg, ja, maar een echte goede sales, die kan dit ook verkopen. Ja, die kan net zo enthousiast doen. Ja. Of moet je echt enthousiast zijn? Nou, ik denk dat dat altijd zo is, maar daar is nu meer focus op. Heb ik iemand tegenover me die oprecht is geïnteresseerd in mijn problematiek? Ja. En begrijp waar mijn bedrijf mee bezig is. Wat mijn doelstelling is, wat ik met mijn klanten wil bereiken. Ik zeg altijd tegen mijn salesmensen, als je begrijpt wat de klanten van je klant zijn, dan begrijp je je klant ook. Ja, ja. Maar die oprechte interesse, die proef je. Ik bedoel, dat heb jij ook. Je hebt, als je met iemand praat binnen 2-3 minuten, weet je, is hij oprecht geïnteresseerd? Ja, of... ja. Wat is de behoefte bij klanten op dit moment, als je kijkt naar jouw dienstverlening? Wat is het grootste probleem wat jij voor ze oplost? Ik denk dat heel veel klanten wel de grens hebben bereikt van kostenbesparing. Ja, want je kan blijven kosten besparen. Maar heel veel bedrijven nu op zoek zijn naar kostenflexibiliteit. En dat niemand had verwacht, ook in deze crisis, dat je in sommige branches de vraag volledig wegviel. Neem de bouwbranche. Niemand had verwacht dat de vraag in 2011, 2012 gewoon weg was. En als je dan lage kosten hebt, prima. Maar je wil eigenlijk een volledig kostenflexibel model. Dus waar wij met klanten over praten is, Paul, als het goed gaat met me, adem je dan met me mee. Ja. Als het slecht gaat met me, adem je dan met me in. Ja. Dus nieuwe service modellen, SaaS-achtige modellen. Pay-per-use, flexibel. Dienstverlening. En het tweede punt is waarde toevoegen. Weer, ieder bedrijf heeft door. We moeten waarde toevoegen. Welke, en dat is ook wat ik tegen mijn mensen zeg, welke waarde voeg je toe? Mm. En dat is niet alleen je dienstverlening, dat is ook een gesprek hebben. Mm. Een gesprek wat wij nu kunnen hebben, kan ik jou een tip geven die niks met onze producten te maken heeft, maar waar jij na 10 minuten denkt, oh, daar kan ik iets mee. Mm. Levert mij geen business op, maar het voegt waarde toe. En dat is denk ik de belangrijkste taak van de salesman. Als je geen waarde toevoegt en niet in staat bent die waarde in geld uit te drukken, is het waardeloos. En dan is sales een hele dure vorm van distributie. Ja. En dan kan ik beter via een online channel of telesales die klant net zo efficiënt en goedkoper bedienen. Ja. Dus die vraag continu tussen de oren krijgt van je commerciële mensen. Is dat welke waarde voeg ik toe? Ja, precies. En je belangrijkste saleskanaal blijven die salesmensen die gewoon op pad gaan? Nou, je ziet dat je naar met een mooi woord een multi-channel organisatie gaat. Dus we hebben klanten die we voor een deel middels direct sales bedienen. Ja. Vaak over de wat complexere vraagstukken. Ja. Maar wil een klant bij ons papier bestellen, kan die dat online doen, diezelfde klant. Ja. Dus afhankelijk van het vraagstuk kiest de klant zelf welk channel gebruik ik. Direct sales of telesales of een online channel. Ja. En dat is natuurlijk ook fundamenteel veranderd. Waar de salesman voorheen de single point of contact was naar de klant. Ja, is hij meer de regisseur geworden en brengt hij de consultants naar voren. Ja. Regisseert hij de deal en stapt hij op het juiste moment naar voren. Hij is meer soms de lijstduwer dan de lijsttrekker. Wie zijn de meest irritante concurrenten in de markt? Waarvan je zegt allemaal irritant. Nee, maar onze business, en ik zit er al een tijdje in, die kenmerkt zich. Wij doen een concurrent pijn en die concurrent doet ons weer pijn. Hoe belangrijk zijn nieuwe toetreders? De Googles van belangrijk, deze wereld? Belangrijk, wel ook goed. Ik bedoel, we hebben in onze traditionele markt nog steeds traditioneel nieuwe toetreders. Ja. Maar je hebt ook wel redelijk wat we noemen disruptive. Toetreders die het hele speelveld eens even veranderen. Ja. En dat is heel vervelend als je dat meemaakt. Maar het verfrist ook weer en het zet je weer aan denken. Wij zijn natuurlijk marktleider, waar we super trots op zijn. Maar het is ook een beetje be number one, maar act as number two. Weet je wel? Je moet wel
iets hebben van, nou, dat is onze partij, daar willen we van winnen. Mm. Dus je wel gedragen als een nummer 2 of nummer 3 in de markt. Mm. En dan zijn nieuwe toetreders gewoon heel goed. Mm. Heel, ik bedoel, het is raar dat ik het zeg, maar ze zijn wel heel goed om je scherp te houden en te zien hoe de klant erop reageert. Mm. Welke klantvraag creëren ze, et cetera. En zijn wij snel genoeg als Rico om daarop in te haken? Is een teken dat jullie contact met de klanten heel goed is gezien de drukte op zijn dag als vandaag? Ja. Ik bedoel, 600-700 mensen. Ik zei al in een ander interview dat menige congresorganizer is jaloers. Die likt zijn vingers. En we hebben 2 weken geleden de inschrijving moeten stoppen. Anders hadden we hier meer dan 1000 mensen gehad. En dat is natuurlijk wel uniek. Hoe ga jij dat doen straks? Alles maar rondlopen of hoe werkt dat? Ja, dat is... Ga je nog deals sluiten vanavond? Ja, we hebben om 6 uur gaan we hier echt... Een contract sluiten. Het grootste universitair medisch centrum van Nederland. En dat hier is? Naartoe. Dat is het Erasmus Medisch Centrum. Oké, wat ga je wel even doen? Nou, daar hebben we eigenlijk... Die had een probleem met geen enkel idee wat ik print, wat ik kopieer, wat ik allemaal heb staan. Paul, neem de situatie as is over en optimaliseer. Dit is een bedrijf wat we van 4000 apparaten nu hebben gebracht naar 1000 systemen in een volledig gemanagede omgeving. Men weet nu wat de kosten zijn, wat efficiëntie is. We hebben beheertools in place gebracht. En straks om 6 uur komt de directie van Erasmus tekenen. Gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. Ja, dat zijn toch altijd mooie dingen. Ja, precies. Dat is waarom we het doen. En heel veel succes en vooral plezier in het uitoefenen van je vak. Dankjewel voor dit interview. Dit was Paul Nanninga namens Rico Nederland. Dankjewel voor het kijken. Dag.